De commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, bracht een bezoek aan de gemeente Stedenbroek, eerder al aan Drechteland en Enkhuizen. Een vaartochtje viel letterlijk en figuurlijk in het water. En als alternatief werd een bezoek gebracht aan de firma Sneeboer, die tuingereedschap maakt. Er is gesproken met de fractievoerder over van het gas af, corona en de gevolgen, woningbouw en infrastructuur. Niet aan bod kwam migrantenhuisvesting, al probeerde Peter Raver toch nog het ertussenin te krijgen. Heeft u in beslotenheid met college gesproken over eventuele fusie met Drechteland en Enkhuizen? Ik heb inderdaad met het college gesproken, maar ik heb net in de gemeenteraad aangegeven dat ik hier niet ben om over fusie te praten. Ik heb wel gesproken over het feit dat samenwerking en regionale samenwerking eigenlijk voor iedere gemeente in Nederland op dit moment noodzakelijk is. Omdat de opgaven waar gemeenten voor staan simpelweg alleen niet meer op te lossen zijn. En dat betekent niet alleen voor Stedenbroek of Enkhuizen die u noemde of Drechteland. Maar ook voor een gemeente als Amsterdam is het absoluut noodzakelijk om samen te werken. Dus wat dat betreft is het niet vreemd dat ik natuurlijk tijdens een ambtsbezoek spreek over hoe staat het met die ambtelijke samenwerkingsvormen. En het is natuurlijk geen geheim dat in de samenwerking de SED, dat het qua capaciteit en financiën best wel knelt. En dan is het denk ik ook goed om daar met elkaar over te spreken. En dat ook de gemeenteraad goed beseft, en daar wil ik me natuurlijk ook van vergewissen, dat om te zorgen dat de inwoners van Stedenbroek ook langjarig goede voorzieningen hebben, dan moet natuurlijk ook de ambtelijke ondersteuning goed op orde zijn. Dus daar hebben we over gesproken. In het verleden was er al een samenwerking op technisch en uitvoerend vlak. Maar op ambtelijk niveau gaat het nu moeilijk en het kost heel veel geld en natuurlijk tijd. Zeker, maar dat is niet zo moeilijk te beantwoorden. Kijk, als u een gemeente als Stedenbroek, maar zo zijn er meer gemeenten, die zijn natuurlijk bereid om een x-bedrag per jaar te spenderen aan een ambtelijke organisatie. Maar als u kijkt naar de opgave en de kennis en de know-how die u nodig heeft in heden ten dagen, denkt u aan het sociale domein, denkt u aan het klimaatdomein, en zo zijn er nog wel een paar te noemen. Ja, dat is dat eigenlijk simpelweg voor een gemeente alleen niet meer op te brengen. Dat zou dus betekenen dat voor de inwoner van Stedenbroek alle belastingen enorm omhoog zouden moeten om dat allemaal te financieren. Dat is de reden waarom er ambtelijk wordt samengewerkt. Als u als ambtenaar in een ambtelijke organisatie stapt, dan wilt u toch ook perspectief hebben op toekomst. Dus dat betekent dat je doorgroeikansen, je wilt toch ook ontwikkelkansen hebben. Dus er zijn meerdere redenen waarom je als gemeente besluit om samen te werken. Wat denk ik wel belangrijk is, en daar zit denk ik ook de SED op dit moment in, is dat je wel met een gezamenlijke visie zo'n dergelijk samenwerkingsverband probeert te ontwikkelen. En ik denk dat er nu een mooi momentum is aangekomen om samen met de gemeente, de samenwerkende gemeente, om daar met elkaar weer goed over na te denken. Maar belangrijk is wel, en dat geldt ook voor de gemeenteraad, is dat je wel beseft dat je het nodig hebt. Want daar begint het natuurlijk mee. Een van de fractievoorzitters, mevrouw Yvonne Koper van de Partij van de Arbeid en GroenLinks, had een vraag over de gevolgen met betrekking tot corona en het bijzonder over de jeugdopvang. Enkele jaren geleden is dit vanuit de provincie overgeheveld naar de gemeente. En hier en daar zijn er problemen. Nou, het is niet alleen zo dat het vanuit de provincie naar de gemeente is gegaan. De gemeente wilde het destijds ook graag hebben. Hè. Dus ik denk niet eens dat alle provincies het met alle plezier hebben losgelaten. En het is ook vanuit het Rijk overgeheveld, gedecentraliseerd zoals het zo mooi heet, naar de gemeente. Wat we natuurlijk wel zien is dat er op dit moment, dat geldt niet alleen voor Stedenbroek, maar dat geldt eigenlijk bijna voor alle gemeenten in Nederland, dat het best wel knelt, de kosten van de jeugdzorg en het geld wat daarvoor wordt vrijgemaakt. Dat is een uitdaging en dat zal zeker op rijksniveau ook in de komende kabinetsformatie een belangrijke issue zijn. Eigenlijk weet ik wel zeker dat het ook op de formatietafel komt te liggen, maar ik denk dat ook daar geldt dat het Rijk ook zal kijken naar de samenwerkende gemeenten. Ja, dat daar toch nog eens een keer goed ook moet gekeken worden van kan dat niet op een nog betere manier worden georganiseerd. Maar dat daar ook een financiële uitdaging ligt, dat is helder. Peter Raven van Gemeentebelangen. Het onderwerp huisvesting, arbeidsmigranten, kwam nou niet echt aan bod. Teleurgesteld? Nee, de tijd was al een beetje om, leek. Maar goed, in de nastoot kreeg ik toch nog even de gelegenheid om de vraag neer te leggen bij de provincie of zij ook een ondersteunende rol willen gaan vervullen in de toekomst om met elkaar dit punt aan te kaarten. De huisvesting is al jaren een onderwerp van gesprek, soms heel erbarmelijk.
Ja, dat is een beetje jammer. Nee, ook wat ik vanmiddag al aangaf, je moet een beetje een tweedeling maken tussen de agrarische sector en de overige sectoren. Met name binnen de agrarische sector hebben we het goed kunnen regelen, doordat ze op de bedrijven gehuisvest mogen worden. Er is nog wel verschil tussen de gemeentes in de beleidsuitgangspunten, maar goed, over het algemeen is dat goed geregeld. Maar kijken we naar de huisvesting die moet gaan plaatsvinden vanuit de uitzendorganisatie en de detacheringsbureaus, dan is dat wat minder goed geregeld. En ja, de discussie loopt al heel lang. Ik ben er zelf vanaf 2002 al bij betrokken. Maar we weten eigenlijk nog steeds geen goede oplossingen te bieden voor die aantallen arbeidsmigranten die we wel heel hard nodig hebben in de economie die we hier hebben in West-Friesland. Een heleboel agrariërs en landbouwbedrijven met migranten willen wel, maar door traagheid en het tekort aan bekwame ambtenaren loopt het niet. Ja, dat klopt. Dat is een beetje jammer. Maar er hebben meer gemeentes problemen mee. Dat ze onvoldoende mensen hebben om bepaalde projecten op te pakken. Dat heeft ook met een stukje prioritering te maken, denk ik. En kennelijk, ja, dit probleem is toch wat lastig. Je hebt ook nog een maatschappelijke discussie die hierachter speelt. Dus dat het niet altijd de hoogste prioriteit heeft, is een beetje jammer. Maar als je kijkt naar de onderwerpen die eerder aan de orde geweest zijn rond huisvesting in zijn totaliteit, dan is dit ook een onderwerp wat daar zeker bij hoort in het kader van de doorstroming. Want nu worden er heel veel woningen in het bebouwde gebied gebruikt om arbeidsmigranten te huisvesten, die eigenlijk, en wat we ook liever, op andere locaties hebben en niet in reguliere woningen. Hoe is het contact met de andere raden in de SED-samenwerking? Nou, over het algemeen hebben we daar goed overleg over. Maar ja, elke gemeente blijft toch hier en daar weer zijn eigen beleidsuitgangspunt houden. En dat vind ik toch een beetje jammer, dat we in zijn totaliteit niet tot één huisvestingsbeleid komen in het Fries Verband.